Een kleine 100 vogels, voornamelijk meeuwen, zijn de afgelopen dagen omgekomen door een vervuiling in een zandafgraving bij de Hamburgplas in Borculo. Een donkerrode substantie drijft op het water van de plas. We hebben er een stuk of 7 hebben we er nou. Die gaan naar het lab toe. En ja, de rest doet het waterschap. Ja, heeft u zoiets zoals eerder meegemaakt? Nee, dat zo doe ik het niet. Het is de eerste keer. Gelukkig wel. Het waterschap Rijn en IJssel laat in een laboratorium in Lelystad onderzoek doen om welke giftige stof het precies gaat. Is er iets te zeggen van of er opzet in het spel is? Nee, absoluut nog niet. Er zijn verschillende partijen bij het onderzoek betrokken. De gemeente, de provincie, het waterschap Rijn en IJssel en de politie. Het is even afhankelijk van de bevindingen van het onderzoek. Het onderzoek naar de substantie die is aangetroffen. Om te kijken wie het onderzoek verder voortzet. En of het een strafrechtelijke karakter gaat krijgen. Daarnaast worden de vogels zo direct door het waterschap Rijn en IJssel uit het water gehaald. En de substantie zal worden afgezogen. Het terrein rond de plas is voorlopig verboden gebied voor iedereen.